Veel succes voor de controlploeg, Sjoerd de Vries. Voor jou is er nog wel wat te halen, want je staat nog met lege handen. Klopt. Ja, NK Sprint, komend weekend. Ja, er is nog één ticket voor het WK Sprint, dus dat wordt leuk. Hoe gaat het met jou op dit moment? En hoe beleef je de successen van je ploeggenoten? Ja, bij mij gaat het goed. En de successen van de ploeg, dat is supermooi. Dat is leuk om te zien. Je werkt een heel jaar met die jongens, voor mij dan 3 jaar al. En die jongens allemaal en die meiden gun je het allemaal. Nou heb jij, met die jongens en meiden gaat het goed. Jij hebt het niet zo gemakkelijk dit voorseizoen. Zit er een stijgende lijn in? Waaraan merk je dat het beter gaat? En wat doe je eraan om het beter te laten gaan? Nou, ik zie zeker een stijgende lijn. Dat is, kun je gewoon aan mijn tijden zien. Die gaan mooi omhoog. En dat is mooi. In de training zie ik ook echt goede verbeteringen. En die heb je nodig om toch een beetje potten te kunnen breken. Ja, wat zijn jouw houvasten, heel concreet? Kun je iets aangeven? Concreet? Gewoon de trainingen die de mensen waar je elke dag mee werkt, die kunnen dat bevestigen. Dat het gewoon elke dag weer een stukje beter gaat. Jouw doel op dit NK Sprint is? Dat ene ticket. Dat is zo simpel is het. Ja, zo simpel is het, maar het is wel lastig, want je hebt ook nog concurrenten. Ja, zeker. Ja, maar dat is toch mijn doel, klaar. Vorig jaar beloofde je spektakel, nu beloof je een ticket? Ik beloof helemaal niks. Want ik ga voor de ticket en de beste zal winnen, klaar. Ja, als je ticket krijgt, dan krijgen we een spektakel, dat is mooi. Ja, dat zou ik mooi vinden.